Koninklijke Burgers Show staat bekend om haar ecosystemen. Ecosystemen die we ecodisplays noemen. We laten bezoekers de verwonderlijke wereld van de natuur beleven. In de bush waant de bezoeker zich in 1,5 hectare echte jungle. Met onder andere honderden vogels, aardvarkens en otters. In de desert ervaart de bezoeker de rotswoestijn van Arizona en Mexico. Met onder andere pecaris en slangen. De ocean bestaat uit een aquarium met 8 miljoen liter water. Hier ontdekt de bezoeker onder andere verschillende roggen, haaien en duizenden kleurrijke vissen. Je start op het strand en loopt zo langs het grootste koraalrif van Europa, de diepzee in. In de Rimba vind je het Maleisisch tropisch regenwoud met tijgers, beren en verschillende soorten apen. De safarivlakte is onder andere te bezichtigen vanaf een loopbrug, waarvan je naast giraffen veel andere diersoorten kunt bewonderen, zoals neushoorns, gnoes, zebra's, maar ook leeuwen en cheetahs. Het nieuwste project, de mangrove. Hier ontdekken bezoekers vlinders, zeekoeien en krabben. Bij koffietijd vertelde onze directeur Alex van Hoof de gedachte achter dit ecosysteem. Het is een nabootsing van de mangrove uit ons natuurgebied dat we al 27 jaar in Belize, Centraal-Amerika, beheren. Even uitleggen wat een mangrovebos is. Nou, de mangroves die vindt men rond de evenaar, warme gedeeltes van de aarde. En dat zijn eigenlijk de bossen op de rand van de zee en het land. Het zijn de bossen waar veel vissen van het koraalrif naartoe komen om daar de eitjes af te zetten. Het zijn de bossen die ook zorgen voor dat de kustlijn in stand blijft. Dat merken we op plekken waar de mangrovebossen weg worden gehaald. Daar krijg je meteen erosie, meteen de kustlijn die verdwijnt. En dat is een heel bijzonder systeem, wat zwaar bedreigd wordt vanwege garnalenkwekerijen. Dus die komen langs de kust. Daarvoor worden mangrovebossen gekapt. Maar het komt ook omdat steeds meer mensen aan de kust gaan leven en daardoor ook bossen verdwijnen. Ja. Nou, samen met de Zwitserse Dierenpark zijn we al 27 jaar bezig om in Belize een heel groot stuk natuur te beschermen. Ja. Daar hebben we dag en nacht mensen rondlopen, bewapend en al, om te zorgen dat er niet gejaagd wordt, dat er niet gekapt wordt, om dat stuk natuur te beschermen. Dat kost heel veel geld. Nou, daar dragen onze bezoekers van het dierenpark aan bij. En op die manier kunnen we dat stuk natuur beschermen. Ja. Ik ben daar een keer geweest in 2007. En dan reed je daar naartoe. En we reden door bossen, bossen, bossen. En ik dacht, waarom doen we dat eigenlijk? Nou, ik ben er een aantal jaar geleden geweest. Ik kan nu helaas vanuit Nederland vanaf mijn computertje zien waar ons natuurgebied is. Want de bossen eromheen zijn allemaal weg. In de nieuwe mangrove nemen we bezoekers mee naar de prachtige natuur van Belize. Om de bezoeker een stukje bewustwording bij te brengen en iets te leren over de schoonheid en het belang van mangrovebos. In alles wat we doen speelt educatie een belangrijke rol en willen we bezoekers iets laten beleven. Als medewerker speel je ook een belangrijke rol in deze beleving. De kleine momentjes, zoals een verzorger die een vraag van een bezoeker beantwoordt, zorgen voor de perfecte dag uit. Daarom vinden we gastvriendelijkheid ook zo belangrijk. Gastvriendelijkheid zit in het DNA van al onze medewerkers. Van receptie tot horeca en van winkelpersoneel tot parkeermedewerker. Een dagje uit is natuurlijk niet zonder goede horeca. We kiezen in de horeca voor verse, duurzame en verantwoorde producten. De horeca vind je op verschillende plekken in het park. Zo is ons parkrestaurant gelegen bij de buiten- en binnenspeeltuin. Daarnaast hebben we een bushrestaurant met een Aziatisch thema. Ook hebben we een safari-restaurant met een prachtig uitzicht op de safarivlakte vanaf het Afrikaanse terras van Nederland. Het is onderdeel van het Safari Meeting Center. Met hierin het auditorium en verschillende lodges die we dagelijks verhuren aan verschillende zakelijke partijen. In het Safari Meeting Center organiseert Burgers Show jaarlijks de Future for Nature Awards. Hier wordt jaarlijks een geldprijs uitgereikt aan 3 jonge internationale natuurbeschermers die het verschil maken in de wereld. Een bijzondere en prestigieuze prijs.
waar onder andere Freek Vonk, Jane Goodall en David Attenborough hun naam aan verbonden hebben. Wij zijn een dierenpark, maar eveneens een van de grootste botanische tuinen van Nederland, met prachtige flora. Voor de verzorging hiervan hebben we een eigen tuindienst. Zo moet de bush bijvoorbeeld in goede conditie gehouden worden en kappen we jaarlijks maar liefst 25 ton groen. Groen dat we deels weer hergebruiken als voedsel voor de dieren. Als Burgers Zoo zijn we op verschillende manieren terug te vinden in de media. Naast dat veel bekende Nederlanders bij ons programma's komen maken, zijn we zelf ook erg actief in de media. Deze video, bij onze chimpansees, ging zelfs viraal en bereikte via ons YouTube-kanaal onder andere CNN en Ellen DeGeneres. Ze hit it spot on and well, it collapsed. Zoo spokesman Bas Lukanar saw it happen and was flabbergasted. Shooting an episode for a TV show about the zoo. Ook zijn we actief op andere social media zoals Facebook, Twitter en Instagram. Het is als medewerker van Burgers Zoo belangrijk dat je onze 5 normen en waarden kent. Het welzijn van de dieren staat voorop. We maken alle keuzes in het park vanuit wat het beste is voor de dieren. We doen alles zo natuurlijk en duurzaam mogelijk. Dat zie je bijvoorbeeld terug in de grote nagebootste leefomgevingen van de dieren. Bezoekers zijn belangrijk. We kijken bijvoorbeeld continu naar de wensen van de bezoekers. Om zo van een dagje uit een nog grotere, positieve herinnering te maken. Verwonderen is bijzonder. Dit doen we onder andere met maar liefst 140 vrijwilligers die werken als gidsen. Dit doen zij vanuit de afdeling educatie. Innovatie is leuk en van levensbelang. Daarom blijven we continu vernieuwen. Wij beloven elke bezoeker een onvergetelijke ervaring, waarbij ze zich verwonderen, genieten en zich samen één met de natuur voelen. En elke medewerker draagt daar een stukje aan bij, zodat de ruim 1 miljoen bezoekers die jaarlijks ons park bezoeken een blijvende positieve herinnering mee naar huis nemen. Welkom bij Burgers Zoo.